We staan hier bij het zomerleesfeest. Wat houdt dat precies in? We hebben een activiteit voor kinderen van de basisschool. Om gewoon weer lekker met lezen aan de slag te gaan. Ze hebben natuurlijk de hele zomervakantie lekker lui gedaan. En dan hopen we dat ze weer een beetje in de boeken duiken. Dus het is bedoeld om kinderen weer aan het lezen te krijgen? Ja, maar ook gewoon om wat leuks te doen. Annette Jacobs, je bent kinderboekenschrijfster. Waarom bent u schrijfster geworden? Dat is eigenlijk een heel erg lang verhaal, maar zoveel tijd hebben we natuurlijk niet. Je moet iets worden in het leven. Ik wilde altijd zeemeermin worden, dat is super lastig. Dus en ik heb altijd allemaal verhalen in mijn hoofd. Ik ben dol op boeken en ik wou als kind al niks liever dan gewoon zo'n boek in de kast met mijn eigen naam erop. Uiteindelijk is dat gelukt. Waar haal je inspiratie uit voor je boeken? Ik geloof nooit zo heel erg in het woord inspiratie, want eigenlijk is boeken schrijven gewoon heel hard werken. En je moet natuurlijk wel een ideetje hebben, maar dat krijg je eigenlijk vaak juist doordat je gewoon aan het schrijven bent. En is het zo dat ik ontzettend bof met mijn uitgever, want die vraagt heel vaak aan mij, wil jij een boek schrijven over een tweeling of over een verliefde juf of over slijm, over TikTok? En dan hoef ik niet meer helemaal zelf natuurlijk iets te gaan verzinnen om over te schrijven. En dan kan ik daar me gewoon op focussen op dat onderwerp en dan komen er vanzelf allemaal ideeën in je hoofd. Dan maak ik een lijstje en dan ga ik daarmee aan de gang. Ja, en u had het net al over de activiteiten. Wat voor activiteiten zijn er hier tijdens deze dag zoal te doen? We hebben Annette Jacobs dus op visite. Zij geeft een schrijfworkshop. Dus kinderen die kunnen een betere schrijver worden. Ze kunnen een strip maken. We hebben een knutselactiviteit met Ingrid de Voorlezer. En bij de TikTok-boeken van Annette Jacobs hebben we een dansworkshop. Dus kinderen kunnen een TikTok-dansje leren. En natuurlijk pizza's bakken. Kunt u daar al een tipje van de sluier over vertellen? Ja, het wordt heel spannend. Want het gaat over twee kinderen die op Roblox zitten. Daar hebben ze hun avatar, zeg maar. Maar op een dag komen die uit Roblox en wonen die gewoon bij hun in huis. Dus ze komen in de echte wereld. En dat levert nogal wat problemen op, want er komt ook van allerlei andere dingen mee uit de spelwereld. Draken en van alles en nog wat waar je niet echt op zit te wachten. Lijkt leuk, maar dus we moeten proberen om alles weer terug te krijgen in de gamewereld. Oké, hartstikke bedankt voor het interview. Dank u wel.